Ik vind het een mooi verhaal. Deze film is volledig anders dan een typische Britse film. En dit dan in de stijl van de jaren 40, jaren 60. Dan hedendaags en dan al die elementen samen. Maakt een heel aparte film. Pieter wil het project wel op een heel Amerikaanse manier aanpakken. Referenties waren Steven Spielberg. En ik ben zelf een heel grote Steven Spielberg fan. En ik zag dit wel zitten om dit te draaien eigenlijk. Deze film is volledig anders dan een typische Britse film. Puur omwille van griep en licht. Komt er zoveel bij te zien dat deze film wel heel duur wordt. We hadden zoveel nodig om dit juist te krijgen. Wij zijn gewoon in Vlaanderen om te werken met weinig middelen. En nu hebben we eigenlijk wel bijna geen limiet gehad op wat we wouden doen. En dat was wel heel fijn om zo te werken. We moesten heel die film inblikken in 7 dagen. Dat maakt dat we heel veel moesten draaien op heel korte tijd. En het voordeel dat we hebben is dat Pieter een zeer specifieke visie heeft over wat hij precies wou hebben. Want hij heeft wel een specifieke blocking en art direction gedachte. Dus om daar te geraken was soms wel een struggle, maar het resultaat is altijd wel. Want hij denkt absoluut niet op een Vlaamse manier. Hij ziet allemaal heel groot. En ik ook, dus ik vind dat heel fijn.